Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Informatie Actueel InfoAct. Tijdens de buitengewone vergadering van de Nationale Assemblée op vrijdag 29 september 2017 heeft waarnemend president Ashwin Adin de reden voor het dienstjaar 2018 uitgesproken, als ook de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar aangeboden. In een vijftal programma's brengt het Nationaal Informatie Instituut u de hoogtepunten uit deze jaarrede. Met betrekking tot het drinkwaterbeleid gaf de waarnemend president aan dat het beleid van de regering er steeds op gericht is geweest om goed, gezond en betaalbaar drinkwater veilig te stellen. Leidraad voor het drinkwaterbeleid, mevrouw de voorzitter, is de verdere verwezenlijking van de aanbevelingen zoals vervat in het Suriname Water Supply Masterplan 2011-2024. Hiertoe zullen in 2018... nieuwe bronnen worden aangeboord en zal het waterleidingnet verder worden uitgebreid om zodoende de drinkwatervoorziening voor onder meer Paramaribo en het district Wanica te garanderen. Ook zal de vervanging en uitbreiding van het waterleidingnet in de districten Marowene, Kommewijnen, Saramaka, Nikeri en Para worden gecontinueerd. Drinkwatervoorziening in de kustvlakte zal de productiecapaciteit verhogen met circa 11.000 kubieke meter per uur, om de toenemende behoefte tot en met 2024 te kunnen dekken. Wat betreft Kommewijnen heeft gisteren de ondertekening plaatsgevonden van de overeenkomst met de Belgische drinkwatermaatschappij De Watergroep om te La Liberté een station
voor de zuivering van oppervlaktewater te bouwen met een productiecapaciteit van 500 kubieke meter per uur. Tezamen met de bestaande zuivering te Meerzorg zal dat grotendeels worden voorzien in de drinkwaterbehoeften van het geheel district Kommewijnen. De gebieden aan de rechteroever van de Kommewijnen zullen in dit kader aparte aandacht krijgen, waarbij er naar alternatieve oplossingen gezocht zal worden, mede vanwege de geringe bevolkingsdichtheid en de hoge investeringskosten. Mevrouw de voorzitter, ook het binnenland, wordt niet vergeten. Genoemd kunnen worden de installaties die zijn gebouwd onder andere ter Galibi en Powaka. Wat betreft het district Bokopondo wordt er verder gewerkt aan de verbinding van de drinkwatervoorziening in de gebieden Fedra, Tapuripa, als ook in het district Para, te weten Pikinsarum. De vervanging en uitbreiding van het waterleidingnet in de districten Marowene, Saramaka, Koroni, Nikeri en Para worden gecontinueerd. Uiteraard werkt de regering, mevrouw de voorzitter, eraan om nog binnen de komende maanden de volgende 4 wetsontwerpen voor goedkeuring aan uw assemblée aan te bieden. Het wetsontwerp toezicht drinkwaterkwaliteit, het wetsontwerp grondwaterwet, het wetsontwerp grondwaterbeschermingsgebieden en het wetsontwerp waterautoriteit Suriname. Deze 4 wetten zullen de eerste stappen zijn naar een betere beheersstructuur van de waterbronnen in Suriname. In de eerste helft van 2018 zal worden begonnen met de ontwikkeling van een nationaal watermarketing en exportstrategie voor Suriname. Deze strategie zal vooral richting moeten helpen geven aan de exportmogelijkheden van ons water naar de regio's en elders. Uit de redenvoering van de waarnemend president is komen vast te staan dat de productie een vrij centrale plaats heeft binnen het regeringsbeleid. Mevrouw de voorzitter, ter verhoging van de paddyproductie zal het pompgemaal van Wageningen worden gerehabiliteerd, waardoor de producenten van Wageningen gegarandeerd zijn van voldoende irrigatiewater en de arealen aan de Nikeri-rivier en met name aan de rechteroever ook voldoende water beschikbaar hebben. In het kader van het Reverse Linkage Rijstproject met Maleisië zijn onder meer aromatische rijstvarianten met succes uitgetest. In het komende seizoen zal een Farmers Field school opgezet worden om de resultaten hiervan met de rijstproducenten te delen. Vermeld kan worden dat voor 2018 20.000 hectare meer paddy ingezaaid zal worden dan in 2017. Wij zullen een inzaai van 65.000 hectare bereiken en dat geeft een productie uitgaande van een gemiddelde opbrengst van 6,6 ton per hectare van 430.000 ton rijst, waardoor ook de rijstexporten verder zullen stijgen. Van de 315 hectare bakoven aanplant die in 2015 getroffen werd door de mokoziekte, is intussen door het bakovenbedrijf FAI NV 165 hectare herbeplant, terwijl voor 2018 de rest wederom in productie zal worden gebracht. In het kader van diversificatie zal het bedrijf, door het bedrijf, de productie worden verhoogd met het beplanten van organisch geteelde bakoven op 120 hectare grond die bestemd zullen worden voor de Europese markt. Het Viskeuringsinstituut VKI zorgt voor toepassing van technologie en dienstverlening in kleine, middelgrote en grote bedrijven ter garantie van voedselzekerheid en voedselveiligheid in de hele voedselketen, die niet alleen voor de lokale, maar ook voor de internationale markt is. Met de installatie van deze nieuwe keuringsapparatuur wordt gewerkt aan het terugwinnen van de markt voor gerookte vis.
Met deze nieuwe apparatuur immers zullen laagwaardige vissoorten omgezet kunnen worden in hoogwaardige producten, met name in gerookte vis, waardoor zowel nationaal als internationaal voor een grote markt bestaat. Voor de ontwikkeling van deze duurzame visserij, voorzitter, is het erg belangrijk dat haar organisatiegraad wordt verhoogd. Tevens zal verder gewerkt moeten worden aan capaciteitsversterking van de vissers. In dit kader werden in samenwerking met het World Wildlife Fund, WWF, 5 coöperaties in verschillende districten opgericht. In dit dienstjaar nog zal een overkoepelend orgaan in het leven worden geroepen dat voornamelijk de bevolkingsvissers op nationale, regionale en internationale fora zal vertegenwoordigen. Vermeldenswaard is dat in samenwerking met National Oceanic and Atmospheric Administration, NOO en OAA, in de trawlindustrie wordt gewerkt aan voorzieningen in de netten die de bijvangsten significant zullen verminderen. Er zal voorkomen worden dat te jonge vissen worden gevangen die naderhand erg belangrijk zouden zijn voor de bevolkingsvisserij. Voorzitter, het Vessel Monitoring System, VMS, dat vanaf 2007 is geïnstalleerd door de visserij, wordt in dit dienstjaar naar internationale standaarden gemoderniseerd. Het accent van het VMS zal niet slechts liggen op visserijaangelegenheden. Eveneens zal de aandacht gevestigd worden op staatsveiligheid en search and rescue. De informatie verkregen uit dit systeem zal niet slechts ten goede komen aan de visserij, maar meer nog aan andere overheidsdiensten zoals de kustwacht, de maritieme autoriteit Suriname MAS, de douane en de politie. De verdere verbreding van het VMS zal de visserijdienst beter in staat stellen de visserijgronden effectief te beheren. Door dit effectief beheren van de visserijgronden zal deze natuurlijke hulpbron in staat zijn gebracht om hogere bijdrage te leveren aan ons bruto nationaal product. Mevrouw de voorzitter, de uitgifte van grond zal het beleid van de regering bij de uitgifte van grond zal het beleid van de regering gericht zijn op stimulering van de economische groei door middel van een doelbewust uitgiftebeleid, waarin verhoging van de productie, de werkgelegenheid en de export centraal staan. Dezelfde beleidslijn wordt al gevolgd voor de mineralen sector en zal dienovereenkomstig ook gelden voor de agrarische sector, de industriële sector, de toerisme sector enzovoorts. De waarnemend president stond ook stil bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer. Dat de aanpak van het boedelvraagstuk gecompliceerd is, mogen blijken uit het feit dat verschillende regeringen de bereidheid tot het oplossen hiervan hebben vastgesteld in hun ontwikkelingsplan. Doch nimmer hiertoe in staat zijn geweest. De druk van de huidige economische omstandigheden noopt ons om een voor de bevordering van de nationale ontwikkeling een functionele oplossing te vinden, waardoor uitgestrekte arealen als het ware bevrijd kunnen worden uit hun juridische ketenen en deze geïntegreerd kunnen worden in productieketens voor versnelde economische opbouw. Hiertoe zal in dit dienstjaar gepaste wetgeving ontworpen worden ter voorlegging aan de Nationale Assemblée voor goedkeuring. En we zijn heel goed op weg. Mevrouw de voorzitter, met betrekking tot het grondbeheer is het beleid in 2018 ook gericht op het in kaart brengen van en afronden van reeds geïnitieerde verkavelingsprojecten. Hier gaat het om het inhoud geven aan de woonfunctie van grond. De Surinaamse overheid heeft door de jaren heen diverse verkavelingsprojecten voor woningbouw geïnitieerd. Analyse van de huidige stand van zaken wijst uit dat deze projecten om diverse redenen niet alle zijn afgerond.
Dit is geenszins bevorderlijk voor de bijdrage aan de oplossing van de woningnood, terwijl in deze vaak veel leed wordt bezorgd aan gegadigden ter verkrijging van voor hen te bouwen woningen. De regering zal aan de oplossing van dit nijpend probleem prioriteit geven door een versnelde afronding van deze verkavelingsprojecten te bewerkstelligen. Zulks betekent onder meer dat hoge prioriteit gegeven zal moeten worden in deze aan de ontsluiting van een aantal van de verkavelingsprojecten in kwestie. De activiteiten met betrekking tot bosbeheer voor dit begrotingsjaar, voorzitter, behelzen onder meer het ontwikkelen van een nationaal mangrovenstrategisch plan, het instellen van de coronieswamp tot beschermd gebied, het efficiënter innen van bosbouwheffingen. De export van rondhout zal geleidelijk aan afgebouwd worden en tegelijkertijd ontmoedigd worden door het instellen van hogere exportheffingen. Intussen zal de verdere lokale verwerking van hout tot halffabrikaten en eindproducten, hierbij te noemen gezaagd hout, verwerking van hout in meubelindustrie, in de meubelindustrie verwerking tot houtsnijwerk en tot andere producten, sterk worden gestimuleerd door houtconcessies bij voorkeur voor deze doelen toe te kennen. De regering zal natuurrecreatie en natuurtoerisme verder stimuleren. In dit kader zullen enkele domeingronden hiervoor worden aangewezen, waarvan het Gongreetbos als pilotproject zal dienen. Tot slot in deze tweede aflevering uw aandacht voor de vicepresident over een belangrijk project dat moet leiden tot diversificatie van de economie, de pluimvee- en toerismesector en wat verwacht kan worden van de diensten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Mevrouw de voorzitter, diversificatie van onze economie is van essentieel belang. Thans wordt gewerkt aan versterking van de lokale pluimveesector. Binnen de pluimveesector worden maatregelen getroffen voor met name het terugdringen van importen en het vergroten van het marktaandeel van lokaal geproduceerde kip tot minstens 60%. Huidige en startende ondernemers in de pluimveesector worden zoveel mogelijk gestimuleerd om hun businessplan bij het Fonds voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen KMO ter financiering aan te bieden. In samenspraak met de private sector wordt een duidelijke KMO-beleid gevoerd en verder ontwikkeld, met aandacht voor de behoeften aan training, begeleiding, marktinformatie en toegang tot financiering. Mevrouw de voorzitter, een belangrijk project dat moet leiden tot diversificatie van de economie, verhoging van de productie en export, is het Paranam Industrie Park. Met de groundbreaking ceremony van het Paranam Industrie Park in het nabije vooruitzicht zal gestalte worden gegeven aan een lang gekoesterde wens voor een eigen industriepark. Een particulier initiatief, gefaciliteerd door de overheid. Mevrouw de voorzitter, de toerismesector is een veelbelovende groeisector. In dit dienstjaar zullen de volgende wetsproducten, te weten de toerisme-raamwet, de wet instelling tot de toerismeautoriteit en de uitvoeringsbesluiten in concept gereed gemaakt worden om in eiltempo hun weg te vinden naar de Nationale Assemblée. Mevrouw de voorzitter, de landelijke spreiding van bureaus van burgerzaken. Bureaus voor burgerzaken zal voortgezet worden en op al deze bureaus zullen nagenoeg alle burgeradministratieve diensten mogelijk gemaakt worden. Een belangrijke operatie die in het dienstjaar 2018 zal worden uitgevoerd is het ter plaatse aanmaken van identiteitskaarten. In zowel de kustvlakte als in het binnenland voor alle burgers die daarvoor in aanmerking komen. Op het gebied van bewaring
en het behoud van historische belangrijke informatie zal er in dit dienstjaar prioriteit worden gegeven aan het overbrengen van lokale overheidsarchieven naar het Nationaal Archief Suriname. Om Suriname meer bewust te maken van het belang van historische informatie zijn er voorlichtingsactiviteiten gepland, waarbij vooral aandacht zal worden gevestigd op de historische archieven die recent uit Nederland zijn overgebracht. In het dienstjaar 2018 zal verder inhoud worden gegeven aan het bevolkingsbeleid. Dit beleid zal moeten bijdragen aan het realiseren van duurzame doelen op het gebied van reproductieve gezondheid, vruchtbaarheid, migratie, immigratie en bevolkingsspreiding. Met nader verkregen inzichten door regelmatig te verrichten sociaal onderzoek op specifieke gebieden, zal verder bijgedragen worden aan het realiseren van onder meer doelen op het gebied van economische productiviteit, onderwijs, milieuzorg, rationeel grondgebruik, gezins- en familieleven. In het kader van het te voeren immigratiebeleid zal het vreemdelingenbeleid worden aangescherpt, waarbij de vreemdelingenregelgeving stringent zal worden toegepast op alle vreemdelingen. Hierbij zal verdere verscherping van toegangs- en toelatingsvoorwaarden plaatsvinden. Mede gelet op de gezichtspunten met betrekking tot immigratie, CQ, vreemdelingenbeleid zal het beleid verder worden aangepast met eenduidige processen, procesbeschrijvingen en procedures. Zo zijn met de intrede van VZ Online vanaf 15 oktober 2016 vreemdelingen in staat vanuit elke gewenste locatie een aanvraag elektronisch in te dienen. En bovendien krijgen vreemdelingen die voor 1 juli 2017 legaal 1 juli 2017 legaal Suriname zijn binnengekomen de gelegenheid om onder aanbieding van hun documenten middels een verkorte procedure een verblijfsvergunning aan te vragen. Tot zover deze tweede aflevering van InfoAct, waarbij wij u enkele fragmenten hebben gebracht uit de jaarrede van de president op vrijdag 29 september, uitgesproken door de waarnemend president, Zijne Excellentie Ashwin Adim.